Geef me mijn zwaard! Nee! Ja, wat? Ah. Oh. Goedemiddag, hier is Zeldaplayer20 hier en samen met de... Touweler. En samen met... Dutch Gaming Nation. En ook nog een keer... Chocolade! Kebab. Yay. Het chocoladeblokje. Tommy die zou vandaag ook komen in deze opname. Hij is nou nog heel eventjes eten, dus die kan er in één keer bij springen in deze aflevering of in de volgende aflevering. We zullen het zien. Maar goed, welkom. Hier zijn we weer, dus we gaan maar gelijk beginnen met ik weet niet wat. Wat heb ik allemaal? Ik heb een inventory vol. Ik doe heel eventjes snel knippen, want mijn inventory zit gewoon bakkersvol. En dat kost alleen maar extra veel tijd. Dat gaan we niet doen, dus... Oké, nou, ik heb een beetje ruimte gemaakt, alleen ik zie dat ik gewoon mijn automatische furnace moet maken, dus... hi! Hallo! Nou, het is dus nou voor het eerst, ik heb dus, omdat ja, sommigen missen dan toch wel de facecam, dat ik toch ergens de facecam neer heb gezet, dus de drie blokjes die hier, waar ik nou sta, ja, die zie je dan niet, maar er zit dus een zwaard, lekker belangrijk. Ik heb hem expres in deze hoek neergezet, omdat we die chat nog kunnen zien wanneer dat Dutch Gaming Nation sterft. En, dat is niet zo aardig. Nee, maar het is ook gewoon zo. Ja, de waarheid is hard. Ja, precies. Ik zal niet ontkennen dat het gaat gebeuren, deze aflevering. Het gebeurt, hey, ik kan een ultimate sword maken. Ik kan een ultimate sword maken. Sorry! Juist, hier baal ik eigenlijk een beetje van. Waar is mijn bouw. Ja. Wow. Ja. Juist. Ah, dit ga je menen. Kom ik nou echt 2 iron tekort? Oeh. Nee. Wil je iron lenen? Nee. Je kunt altijd lenen bij mij. En dat maakt mij dus absoluut niet zo blij. Zo, 1 kool is genoeg. 1 kool is genoeg. 1 kool. Maar als ik leen, betekent niet dat ik het automatisch teruggeef. Oh, gaan we het zo spelen. Oh. Ja, er zo heen. Nou. Nou, dan hoeft het niet hoor. Allemaal lekker weg. Oké. Later. En daar ging iemand boom. Of iets ging boom. It wasn't me. This bloody tuned. Dit keer was ik het echt niet. Het was mijn schuld niet. Het was de one-armed man. Ik heb een ultimate sword. Ultimate sword. Ik heb... Hier word ik niet vrolijk van. Nou, volgens mij wil er iemand gewoon in elkaar geslagen worden. Flits. Je hebt een ultimate sword. Hey, blijven jullie bij de touwen met die onweer? Ik, kom nou, ik kan nou niet stormchasen. Ik ben in een opnamesessie. Kom over een uurtje of 3 maar terug of zo. Precies. Kijk, ik heb een ultimate sword. Oeh. En het leuke is, jij kan mij daar niet meer raken, maar ik jou wel. Er is nergens voor nodig, ik heb honger. Nergens voor nodig, ik heb honger. Oké. Ja, hoor. Wat ben jij van plan om vandaag te gaan doen, Zeldaplayer? Nou, Sergeant Tortel, ik bedoel Dutch Gaming Nation. Die stelde mij precies dezelfde vraag, namelijk... Maakt niet uit. Ik ben van plan om eventjes de automatische furnace te maken. En ik hoop dat we misschien vandaag of morgen weer verder in die ene dungeon kunnen. Tot we dieper kunnen graven. Tot jij een keertje blijft leven. Ik hoop het wel. Sorry. Nou, zolang jij met jouw ultieme handjes van mij afblijft, zal ik het hopelijk overleven. Mijn ultimate sword kan jullie allen beschermen. Tikkie, jij bent hem! Oh, je bent hem, je bent hem, je bent hem! Dutch Gaming Nation is hem, Dutch Gaming Nation blijft hem, voor eeuwig en altijd. Mag niet terugtikken, mag niet zonder terugtiks, na 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 na, oké. Ja, maar nou... Mag ik jou... Okay. Jij bent hem. Oh. Bedoel je nou te zeggen dat de touwel getikt is? Wat doe jij in mijn huis? Jij mag niet in mijn huis. Je mag helemaal niet terugtrekken. Ja, maar jij mag niet in mijn huis. Jij mag niet in mijn huis. Ik ben hier vrij. Dat is net een regel, die heb ik net bedacht. Oh. Ja. Oh. Wil ik om mijn werk en ik ben vrij. Oh. Daar doe je dan de moeite voor. Wow, holy crap. Wow, dat is te horen. Er is een tornado bij hem gespant, jongens. Kijkers, ik hoop dat jullie dat goed hebben. Ja, dat hoorden ze, geloof me maar. Holy dat was te horen. Dit was echt naast mijn huis of zo. Zo, de jure, ik ben jaloers. De laptop is nu verrot. Voor de kijkers die weten, ik doe soms nog wel eens stormchase video's maken. En bij mij komt er de laatste tijd bijna echt geen onweer. Ik heb een klein beetje onweer gehad, niet echt heel veel boeiends. Dus daar was ik behoorlijk teleurgesteld over. En bij hem knalt het gewoon en dan krijgt de mooiste onweer van allemaal. Dus daar ben ik jaloers op. Ik zit gewoon te shaken. Jullie hebben geen idee hoe die... Ik voelde me gewoon trillen heel dat huis. Nou, we hoeven niks te weten over jouw trilproblemen. Nee. Ik heb mijn huis nogal van stone bricks en het trilt nog. Goed. Oké, nou ik heb dus... oh, frick. Ja, dat heb ik dus wel nodig voor die automatische... Oké, weet je wat? Ik ga gewoon hem hier alvast eventjes neerzetten. En dan kan ik heel eventjes rustig mijn zooi even smelten wat ik nog nodig ga hebben. En dan ga ik daarna wel die diamond furnace maken. Want ik heb namelijk nog hoppers nodig. En heb ik nog hout? Want dit is mijn farm. Dat is mijn zooi. Dat is mijn andere zooi. Dit is mijn bouwmateriaal. Oké, ik heb nog wel hout. En ik heb de 3 kistjes heb ik al. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Heb ik zand? Nee. Frick. Dus, hier achter je huis is genoeg zand. Ja, waar die tornado is gekomen. Het touwler. Leuke tornado. Dus, en voor de mensen die het afvragen, ja, ik heb de reacties al klaarstaan die op dus het mooie bordje gaan komen. Maar zoals altijd is dat natuurlijk op het einde van de aflevering. Dus, Wat? Ik weet niet een beetje laat, hè? Maar ik werd gebeld door iemand. Ja, dus? Oh, de bliksem. Die kwam zijn excuses aanbieden. Sorry, het moest even. Hé, ik zie creepers, die wil ik verdoden eigenlijk. Ja, ik wil eigenlijk ook een paar cactussen hebben, tot ik ook mijn eigen mindless dreams kan maken. Want ik heb genoeg redstone nou. Als ik die... Ja, mindless dreams. Ik heb... Jij hebt genoeg redstone, maar ik moet nog... ik moet nog wat van die... gunpowder. Ik zal eens kijken, hoeveel gunpowder heb ik zelf? Yes! Ik heb 1 gunpowder! Yes! Ik heb 2 of zo. Wat een klaat, echt. Flame. Sorry. Ja, het is lang geleden dat ik zo'n harde donder dichtbij heb gehoord. Dus daarom schrok ik een beetje. Maar ik ben er weer bij. En dat is prima. Oh. Dat verdient een bloemetje. Een bloemetje. Vind je? Ik vind het van niet. Nee. Oké, nou ik heb in ieder geval genoeg daarvoor, dus dan ga ik nou eventjes mijn kistjes pakken en dan kan ik in ieder geval vast de hoppers maken. Hop, hop, hopperie, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voor de mensen die het verwarren met een woeper, nee. Woepa, woepa. Woepa, wop, woepa, wop, woepa, wop. Ik denk dat ik zo meteen lekker boven de grond weer kom. Dat kan. Nee. En ik ben dus helemaal bruin geworden door de ondergronds te zijn. Bah, ja, je bent een echte miner. Snap je, mijn skin? Hij is echt een miner 49er. Ik verwacht nou tot hij zijn standaard grapje maakt, maar dat doet hij niet. Ja, ik wacht er ook op. Dat zei ik al niks. Het komt niet, het komt niet. Nee, hij komt niet. Hij komt niet! Het komt in de buurt. Het komt in de buurt. Ja, hey, ik ben net hier achter bij je huis terechtgekomen. Auw, 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 auw. Auw, 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 auw. Zien we de touwler een keertje doodgaan? Dat zou eigenlijk best wel grappig zijn. Ja, dat zal wel inderdaad wel komisch voor jullie zijn. Ik heb nog geen... anti-clichés. Hoezo anti-cliché? Hij is nog niet in één keer de piep uitgegaan. Jawel, jawel. Eerste aflevering een paar keer. Spin, spin, spin. Je weet wat de nieuwe slogan is, hè? Sigaret uit of de pijp uit. Ja, nou, of allebei. Er viel hier de mier naar beneden en de poef dood. Dat was komisch. Jouw versie van humor snap ik vandaag de dag nog steeds niet. Ik maak me zorgen af en toe om jou. Sorry. Oké, nee. Dus, ik vind het leuk om dingen naar beneden. Nou, ik heb in ieder geval mijn automatische smelterie, die is in ieder geval klaar. Nee. Nou, nog alleen een keertje de power-up op ingooien, zodat ik een verdubbelaar van mijn iron heb. En dan hoef ik me daar in ieder geval geen sorry meer over te maken. Dat is mooi. Ja. Dat is fantastisch nieuws. Nou, ik zal ook even gelijk het zand erin gooien, want dan is dat ook weer gelijk. En, ja, ik denk dat ik er ook even gelijk wat cobblestone in gooi, waarom ook niet. Ik heb toch genoeg cobblestone, dus... Ach, wel ja, als je toch bezig bent, hè, waarom niet? Ja, daarom. Ik bedoel, ja. President van de Verenigde Staten, die wordt ook nog steeds uitgelachen. Daarom, ja. Het maakt niet uit. Het maakt geen ene foep meer uit. Die! Oh. Wow. Volgens mij heeft er iemand een ultimate bow. Wat heeft iemand? Volgens mij heeft iemand een ultimate bow. Ik hoor dan denk ik, foep. Ik niet. Not me. Ik heb nog steeds mijn crappy spul en... Ja, ik weet wat ik in deze aflevering ga doen! Dan vinden de kijkers altijd leuk. Lucky Blocks. Weet je wat ik niet leuk vind? De Lucky Block met de obsidian met water. Oh, jij bent echt duivels. Of die met envels die naar beneden komen vallen. Jij bent echt duivels. Die is ook creepy. Ah, nee! Hoor die regen. Oh, je lust. Helaas wel. Nee. Het zat eraan te komen. Oh god. Het is weer zover. Het is weer zover. Oh kut. Nou, dat mag nog. Oh nee. Niet weer een mutant skeleton. Nee. Domino. Niet weer veel editwerk. Oh nee, 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 nee. Touwig nu. Wij tweeën. Wij gaan erop af. Kom op. Ik kan niet. Ik kan niet onder de grond, ik kan niks. Rustig, waar is die? Waar is die? Want ik kom... Hier, hij ziet mij nou, hij ziet mij nou. Ik ben op weg naar boven. Ik kan ook gewoon niet onder de grond of zo. Nou, daar is hij. Oh, hi Blaze, niet doen, niet doen. Slecht plan, niet hier komen. Niet doen! Jullie hebben het eindelijk door. Oh, die komt echt op een verkeerd moment. Hoezo, wat heb ik gemist? Hey, mutant. Ja, dat is het hele punt. Ik zit onder de grond, ik kom eraan, ik kom eraan. Nou, ik op zich overleef het goed. Ik heb je hulp niet nodig. Oh. Ik zie het. Nog maar 22 HP. En hij is dood. Oh. Voilà. Ja, volgens mij is dit wel veel editwerk. Nou, eigenlijk absoluut niet, want dan hoef ik dat nummer er niet in te editen, omdat ik het zelf al erin gegooid heb. En een Ender Knight letterlijk voor mijn deur. Mensen, hebben jullie magneet op mijn huis geplaatst? Nou, Tommy die zit er nou ook bij, dus waarschijnlijk heeft hij nou een beetje afleiding. Alweer een mutant skeleton? Hoeveel van die gekke beesten blijven er spannen? Kom maar jongen, kom maar. Ik sla je helemaal als een sodemieter. Ik ben niet bang voor je. Oh ja, tuurlijk. Gooi me maar weer de lucht in. Hier jongen, hier. Dit wordt niet weer zo'n dag, hè? Ik heb het met soort. Sorry. Oh oh, ik sterf hier een beetje. Ah, nee! Hij zit in mijn huis! Hij zit in mijn huis! Wat zit in je huis? Een ender, of ja, zo'n enders dinges. Ik heb nog maar 3 hartjes. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ga uit zijn huis, jij sterren! Waar is die? Ik weet niet. Sorry, ik mocht niet in je huis, ik ga weg, Wow, nou begint het hier in één keer te trommelen. Dat logic, als je met je zwaard gaat maaien. Serieus, het begint hier in één keer te... Nou... Wil jij je onweer bijhouden? Oh, dat is... Dit is... voor Blaze Shadow. En nou ook nog eens een keer onweer in Minecraft. Onweer. Onweer overal. Onweer bij de touwlog, onweer bij mij, onweer in Minecraft. Ik word er gek van. Ik weet het. Ik kan niet opnemen. Of ik ken nou niet stormchasen. Wrijf het er maar in. Kom maar. Geef het. Dit is mijn leed hier. Kijk eens. Dit is mijn leed hier. Serieus. Ik sta hier... op te nemen voor jullie entertainment. En ik ben een hele grote fan van stormchasen. En nu bij de touwler is het... Nou, jullie hebben het al gehoord. Nou wordt het bij mij nog eens een keer dat het gaat omweren. En ik ken er niet achteraan. Mijn camera, die heb ik hier. Heb ik eigenlijk die al klaarstaan. Jullie zien hem. Die had ik hier al klaarstaan. En het leuke is, ik kan er niks mee. Want ik ken die stormchasen omdat ik aan het opnemen ben. En Blaze Shadow sterft. Is it me you're looking for? Ik ben gekwetst. Ach, willen jullie wat minder doodgaan? Echt, dat editingwerk, dat is niet leuk. Daar zorgen we juist voor. Daar zijn we juist voor getraind. Nou, ik ben ook niet veel dood hoor. Echt niet. Nou, doe het dan ook niet. Ik wil niet aan een huis. Ik vind dit gewoon zo frustrerend. Maar... Wat? Het is gewoon... Oh, fijn. Telefoon. Dit ben je niet. Knip! Ah nee, 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 nee. Jolo's, welkom terug iedereen, sorry voor de knip. Perfect momentje, joh, perfect. 3. You're kidding. Oh, nee, echt serieus, gewoon een f***ing... Oh, een schorpioen in mijn huis. Fijn toch? Heb je een huisdier? But you came in like a wrecking ball. 3, 2, 1. Oh ja, tuurlijk. Oh, nou hebben we weer een nieuw dead geluidje. Nou ja, zeg, het wordt dead geluidje naar dead geluidje dit. Nou, mijn huis is nu ook al niet meer veilig, want daar zit nou een... Dus de schorpioen. Ja, maar nu heb ik weer full health bar. Nou ja, een full... Ik kan nergens cactussen vinden. Oh, trouwens eventjes voor de mensen die het wouden weten. Ja, dat was mijn Storm Chase buddy natuurlijk. Mijn broertje die belde al gelijk van... Ja, zullen we erachteraan gaan? Maar deze bui, daar valt bijna niet achteraan te gaan. Omdat het veel te hard was. Buiten dat in ieder geval. Daarom moest ik heel eventjes knippen. Dus ja. Oh, hè? Die schorpioen is nou ineens weg. Ik ben altijd zo vriendelijk. Ik vertelde altijd waarom. Van, hé, hey, wat zo dat we telefoontjes zijn geweest. En ik heb 7 lucky blocks. Oké, goed. Ik ga nu en gewoon... ik heb een emerald chest plate. En nobody cares. Jawel. Nee. Wel. Jawel. Nee. Volgens mij moet ik eventjes Dutch Gaming Nation komen helpen met zijn schorpioen in zijn huis. Nee, nee, nee. Die schorpioen is weg. Die schorpioen is weg. Wat is dat? Kijk eens voor je deur. Kijk eens, hallo. Wat? Wat mottig ga je? Ja, heel erg leuk. Wil jij... Hey, wacht even. Ik zie een lucky block. Dutch Gaming Nation, kom eens mee naar mijn huis. Ik heb wat voor je. Waarom zijn er nergens cactussen? Ik haal eventjes die boxen, deze dingen. Ja, deze krijg je van mij. Er zit hier gewoon een mierennest hier. Geen wonder dat ik altijd last heb van mieren. Oh, dankjewel. Heb ik dirt bij me? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Geef mij nu mijn dirt. Waarom heb je hier trouwens geen pressure plate? Omdat de knoppen is veel veiliger voor mobs en zo. Ja, anders krijgt hij knoppen met de knop. Ah ja, tuurlijk. Oké, nou ik ga eventjes naar Dutch Gaming Nation's huis, want ik moet ergens die lucky blocks openmaken. Ik ben full armor. Nee, doe maar joh, doe maar joh. Doe wat je niet laten kan. Nee. Maar wat je in mijn huis dropt, is van mij. Boom! Nee. Laten we de proef op de som nemen, want het begint te regenen. Laten we de proef op de som nemen. Ik ga gewoon hier eventjes in het verder staan. En echt 3... Sorry, nee, dat zou niet de derde zijn, want in aflevering 6 hebben we geen... Nee. Dus voor degene die het nog niet... Ja, voor... Ah, nee! Ja! Nee, nee, nee. Ja, dit is ridiculous. Ik heb in mijn test practice run heb ik precies dezelfde settings en heb ik maar 1 tornado gehad. In 26 opnames of zo. Ik wil zien. Oké, nou in ieder geval... Pijlenboog, oké. Wat nog meer? Zadels. Oké, wat nog meer? Guido, niet jatten. Nee, nee, nee. Ja, zegt u maar. Zegt u maar. Dus dan had jij pijlen gehad, 2 zadels en weghuis. Stomme sloners. Ik haat je. Nou, ik ben blij dat je het niet bij mijn huis hebt gedaan. Ah, een basilisk! Ah. Een basilisk? Of hoe heet zo'n ding? Het rommelt hier. Ik wil niet al te onbeleefd zijn, maar is er al een tornado opgedoken? Ik hoop het niet en dat mag voor mij zo blijven ook. Nou, ik ga gewoon verder met mijn risico's nemen hoor. Ik ga gewoon verder met de lucky blocks. Blijf dus... Wat is dat voor... Oh. Wacht eventjes, is mijn boog nou al gewoon geëxplodeerd? Waar is mijn boog? Boom. Ik heb mijn boog... Oh, kut. Ik heb mijn boog niet! Er is hier wel een zombie met een boom, maar ik weet niet of het dezelfde is. Ja, dan ben ik juist weg aan het rennen. Ik heb hier oh, kut. Nee, wacht, ik heb hier nog een pickaxe van mij. Oh, ik zie heel veel paarden. Heel veel zombies. Hé, hier ligt een boog, hier ligt een boog. Hier in dit gat. Heel veel zombies en is dat een... Waar? Oh, dat is een skeleton. Hier, waar ik voor sta. Nee. Hier. Dat ligt dirt. Nee. Hier. Ah, hier. Oh, kijk nou, daar is mijn boog. Oké, ik heb alles. Ik zie nergens cactus. Dankjewel. Oké, nou. Dan ga ik verder met de lucky blocks. Ik heb er nog 4. Eentje was nogal explosief. Een mutant skeleton. Ja, ah nee, niet weer. Ja. Doei. Heb ik wel mijn zwaarden trouwens, ja. Eventjes mijn zwaarden eventjes terugplaatsen. Het is echt belachelijk druk met al die skeletons en... Ik snap echt niet waarom dat er zoveel mutants spawnen. Echt, het is dezelfde set... Oh. Dat meen je. Wat? Ik heb hier zo'n stomme zombie. En daardoor dropt mijn zooi. Heb ik hem alweer opgepakt? Ja, mooi. Nou, blijf je alsjeblieft eventjes... Ik blijf gewoon... Ik ga je gewoon pijn doen. Ik ga je gewoon pijn... Ja, natuurlijk valt mijn andere zwaard er ook. Leuk. Ik heb een lion ticketboard gevonden. Geef me mijn zwaard! Nee! Ja, wat? Ah. Oh. Oké, nou loopt dat ding vast. Oh, wacht. Dit? Nee! Gewoon nee! Boys, een skeleton! Ja. Willen jullie ophouden met achter mij te exploderen? Nee. Dit is ridiculous! Kom maar in mijn huis, het is veilig hier. Nou, maar ik lag ook. De deur is open. Ja, ik heb ook bloklag. Nou, ik heb geen bloklag. Ik heb hier een of andere maloot die is hier alles aan het slopen en aan het schieten en... Auw. Nou, ik heb in ieder geval wat... Hoezo twee klappen? Ik had helemaal rond zo... Ik zeg dit niet graag, maar... Ik heb de touwler. Ja? Ik heb je hulp nodig. Wat is er? Ik heb je hulp nodig. Waar ben je? Buiten. Oké. Kom. Jongen, jongen. We hebben hier meer uitgangen. We hebben hier iets van 5 uitgangen of zo. Hier heb ik... Oké, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Ik loop hier over de heuvels! Wacht, ik hoor je echt niet. Wat zeg je? Ik loop hier over de heuvels! Auw! Auw! Oh, wauw. Wow. Ik denk dat ik weet waar je bent, maar... Hé, waar zijn jullie? Ik ben echt de helft van mijn stuff kwijt, volgens mij. Ik heb mijn Lucky Blocks, maar ik ben wel mijn Amethyst pickaxe en mijn Emerald pickaxe kwijt. Ik zeg één ding, je raakt heel snel de weg kwijt hier. Ja, het is... Auw! Oh. Huh? Tuurlijk! En natuurlijk een vishengel! Hier niet naar beneden vallen. Kijk maar waarom. Waar zijn jullie? Auw! Oh, daar. Oh, ik zie je, ik zie je. Kom eraan. Hier geen. Jeetje, wat is dit? Wat de... Oh, dat is allemaal special creeper. Ja. Oké, dat zijn veel specials bij elkaar. Heel veel specials. Heel veel specials. Volgens mij zijn wij hier slachtoffers van de LP-vloek. Er zijn er heel veel. Ik overleef het net. Ik ben de weg kwijtgeraakt. Ik ben al mijn stuff volgens mij kwijt. Oh nee. Hoe zijn we? Ah, stomme spin! Ik stomp jou helemaal kapot met mijn vuist! Nou, we moeten daarheen. Oké, Wacht, hoe ben... Oh, zo, oké. Wat ben je, Steven? Dan kan ik misschien... Ik zit onder water hier, ik zit hier. Hoi. Want dan kan ik misschien even escorten of zo. Ja, ik zit echt overal mijn stuff te zoeken, maar... Maar er zijn hier zoveel beesten. Oh, wacht hier. Hier welkom ligt van alles. Brug bouwen. Ik wil mijn Lucky Blocks. En mijn armor en mijn zwaarden. Huh? Pak je die toch? Maar volgens mij is alles getscht. Oh, hier en hier. Ik zie een hele grote kerkachtige iets. Dit is echt de dood op, hè. Ik loop hier echt om mijn eigen... Ik ben alles kwijt! Ik loop hier om een deadpoint heen en er ligt hier gewoon helemaal niks meer. Ja, die klote zombie hier. Hoe kan dat dan? Is het... Hé, hey, daar ben je. Ja. Hey. Ja, maar hier was je... Huh? Kill it with fire! Oké. Jeetje, wow! Dat bedoel ik! Auw, dat is fijn. Ik ben alles kwijt. Dan gaat er iets niet goed. Ik heb niks opgepakt. Ik heb wel boots voor je. Hier, ik heb het voor je, ik heb het voor je. Ik had nog 3 regen door mijn dak. Ik had nog 3 Lucky Blocks, mijn emerald en is allemaal weg. Logic. Ach, ik heb nog tenminste amethyst. Wil je een pickaxe? Nee, die maak ik wel. Ik heb nog genoeg amethyst liggen, dus daar kan ik wel wapens en zo van maken. Ja. Yeah. Ik ga mijn huis in, dus ik heb ja, alles is weggespand. Alles is gewoon weg. It's gone, it's gone. Nou, ben jij nou ook dood gegaan trouwens? Ik niet. Tuurlijk. Kom op. Ik ben 3 Lucky... Nee, ik ben nou... Ik ben... Nee. 3 Lucky Blocks zijn weg. Zo, ik heb alles even in mijn We zullen nou nooit weten wat erin zou zitten. Okay. Ah. ben teleurgesteld. Dit is best wel heftige shit weer eigenlijk. Ja, ik snap echt niet waarom. We zijn hier gewoon getuigen van de Let's Play vloek op zijn best. Dit is echt 100% een Let's Play vloek, dat kan gewoon niet anders. Ik heb dit nog nooit zo extreem meegemaakt. Wij hebben een andere server, die is exact hetzelfde als deze. En zelfs daar hebben we niet zoveel problemen als hier. Huh. Dat klopt, ja. Dit is echt gewoon de Let's Play vloek zoals dat we hem kennen. Oh, nou hoop ik in ieder geval dat die onweer snel ophoudt, want ik weet weer wat ik wou gaan maken. En ik heb weer bloklek. Wat? Had je al? Kom maar, ik heb wel wat eten voor je. Dat is nog nooit gebeurd, holy shit. Ik moet echt mensen blijven helpen. Wees blij dat je een baan hebt. Gelukkig heb ik hier nog heel erg veel diamond swords. En ik heb hier ook nog wel... Even kijken, heb ik hier ook nog een chestplate? Ja. Ik heb niks meer volgens mij. Het enige wat ik niet heb is een helm. Nou ja, dat maakt niet uit. Nou, ik heb eigenlijk nog 1 cactus nodig en ik kan 2 miners maken, maar... You lose! Ja, leuk hè? Hey Zeldaplayer, dit is jouw volledige ik, die gaat hem even tegen je praten. Leuk hè, al dat editwerk. Leuk hè, jongen. jongen zeg. Ik heb ook geen flauw idee hoe lang dat we nou in deze aflevering zitten, want mijn timer die is een beetje geglitcht. Dus ik ben 32 aan het opnemen, maar ja, we wachten wel heel eventjes tot het weer dag is en tot het stopt met onweer en dan... Dit is echt helemaal niks joh. Overal zombies. Overal. Spawners, overal. Zo erg. Dit is gewoon de Let's Play vloek, klaar. Jongen. Ik heb het nog nooit zo erg gezien, de Let's Play vloek. Ik bedoel, ik weet dat NT een pain in the ass was, maar... Wat hij nu hier doet? Heb ik nou ook helemaal geen voedsel meer? You gotta be snitting me. Ik weet zeker dat ik ook nog vis erin had gegooid, of is dat... Nee, daar heb ik dus ook al niet meer. Ik moet naar buiten toe. Ik durf het niet, maar ik moet het. Als je wat nodig hebt, kom gerust naar mijn shop. Ik ga gewoon rennen. I'm just gonna run. It's a terrible idea, but I'm just gonna run. En ik heb geen idee waarom ik nou Engels praat, maar I'm just going to run. Pew. Jongens, gaat het goed? Ja, Blaze. De grond is hard. Ik zit gewoon rustig te lopen. Ik word ineens aangevallen door iets. Ik raak de grond en ik ben dood. Ja, story of my... Oh, wacht. Nee, trouwens niet. Ach. Maar ook echt die onweer, joh. Echt zoveel ontlading hier. Niet bij mij, maar bij de touwler en in het spel. Ja... Nou, neem je toch dat op? Hier schijnt... Nee, dat is de zon eigenlijk niet. Waarom zou je die deur openen? Het is onveilig. Ja. Tuurlijk, en op het moment dat je honger hebt, kom je nergens van die plantjes tegen. Van die maiskolven en alles. Oh ja hoor. Ik zie een kippertje. Ik zie een kippertje. Ik zie 2 kippertjes. Jij wordt mijn dinner. Heb je iets ge... Waarom drop jij niks? Oh, daar. Ik weet niet hoe dat het daar terecht is gekomen, maar maakt mij niet uit. Geef! Wow! Vervloekt zijt gij, jij mag dit niet overleven. Hoe durf je dit op te nemen? Oh, dit is echt... Het is al licht en de zombies al weg. Nou, het wordt eigenlijk nacht. En nou kom ik schapen tegen, tuurlijk. Op het moment dat ik bijna dood aan het gaan van de honger, kom je schapen tegen. Koud spel. Ik weet het, bliep. Sorry, ik ben pissig. Dit vind ik eigenlijk wel grappig. Dit is gewoon de Let's Play vloek op zijn best. Dan zijn we eigenlijk met z'n 5 en dan wordt het 1 grote chaos. Kunnen we niet gewoon een andere server opstarten? Daar we hebben nou dit al gestart. Daar kunnen we niet meer over terug gaan nou. Dat is waar. Tornado! Nee. Onder de grond! Guido! Ik zie hem bij ons huis ergens! What the fuck? Ik ga veel snel kijken. Nee, ik wil niet dood! Nee, laat me... Nee! Waar gaat die dan over mijn huis heen? Nee! Ik ga dood! Ik zit hier! Ik zit met dat ding mee! Waar gaat hij nou overheen dan? Ik zit erin! Oh. Wacht, laat maar, dat klinkt ook niet goed. Zeg me dat hij niet over mijn huis is gegaan. Hij gaat nu het water in. Ja, ik zie het, hij gaat nu het water in. Oh nee, niet. Ik zit ondergronds. Ik zit in dit is gewoon al de derde in nog geen... Welke aflevering is dit? Oh, hij valt uit elkaar, hij valt uit elkaar. Hij is weg. Hey, ik heb één voordeel. Wat ik niet heb, kan niet kapot. Auw! Die bliksem die gaat rechten. Ik ben hier echt zo klaar mee. Yes, ik heb het overleefd. Waar is die? Hij is langs mijn huis gegaan! Hè? Hij is recht door mijn huis! Nee! Nee! Ga ik dood doen? Oh man! Nee! Oh jongen, echt niet leuk. Staying alive. I'm staying alive. I'm staying alive. Emeralds, wat leuk, ik heb Emeralds gewonnen. Screw dit. Jullie, ik ben hier gewoon rustig aan het mijnen. Oh, ik haat dit. Ik haat dit echt op zijn hoogst dit. Oh. Mijn deur is weg. Mijn deur is ook weg. Wie zijn idee was dit? Mijn idee. Echt waar? Waar? Hier, mijn deur is weg. Gewoon, je bent gewoon deurloos en mijn glas heb ik gelijk gepakt. Die heb ik gelijk maar gefixt om wel veiligheid te hebben, want ik heb bijna geen... Wow, die wolk hier boven, boven je huis. Ja, dat is van die tornado. Ja, oh. What the shit. Dus hij is net gedispand bij mijn huis. Hij had echt geen 5 seconden eerder kunnen dispannen. Dit wordt nog wat met mijn volgende let's play. Ik moet zeggen dat hij trouwens nog wel heel erg donker gaat worden, dus ik zet eigenlijk even wel mijn brightness. Wat ik heel eventjes ga doen is, ja, de tornado is nou al geweest, dus we weten dat er nou geen extra... Ja, echt waar. Wat? We weten dat er niks extra's gaat spannen, dus ik wacht heel eventjes tot het dag wordt en dan gaan we, want de regen is nou ook opgehouden. Dus ik knip heel eventjes vooruit totdat het weer dag is en dan gaan we naar het einde van deze aflevering, dus we zijn zo terug. Wow! Horen jullie hem? Wow! Ja, wow! Wacht even. Wat? Wat is er dan? Holy shit! Weer? Schrik maar kapot, man! Zeg maar dat ik die heb! Alsjeblieft! Wow. Oh mijn god, er komen hier de mooiste stralen voorbij. Oh, ik haat me. Oh. Ik voel me nou echt zo'n klein kind wat echt in een hoekje moet blijven terwijl dat iedereen computerspelletjes mag spelen ofzo. Oh. Ja, ik ken het. Erg, hè? Oh, nee. Oh. Oké, nou, naar... Jezus. 300 jaar later. We hebben dus alles met dirt... gerestoord. Dat kost echt ontiegelijk veel. En ik moet zeggen, jullie zien dat het nou donker is. Het is niet omdat het nacht is, maar... Er gaat hier nou een onweer voorbij, daar word ik gewoon niet vrolijk van. Echt, ik ben aan het opnemen, ik ken er niet achteraan. En echt, het knettert hier als een ziekte op dit moment. Maar goed, de Wall of Shame, die hebben dus... De Wall of Shame. De Wall of Comments. De Wall of Comments, sorry. Het is niet de Wall of Shame, het is echt de wall van awesome. Wow! Wow, nee, 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 nee! Wat was er? Wat? Ik keek nou alleen naar die comment. Hé, hey, kijk, een girlfriend. En ik werd in één keer... Wow, wat is er gebeurd? Wie stond er achter mij dan? Ik hoop dat jullie het kunnen horen op de camera, jongens. Het blijft hier gewoon echt... Het blijft hier maar doorgaan. Maar goed, ik ga snel heel eventjes nou... de comment van de dag opgehangen voordat er dadelijk hier weer een tornado spant. Of voordat hier dadelijk de bliksem in slaat en tot mijn stroom uitvalt. Weet ik veel. Dit is echt de... Dit is de gekste opnamesessie ooit. Tornado, mobspanners, iedereen sterft, chaos van hier tot en met ginder in real life, donkerheid, duisterheid, tornado's, weet ik het allemaal nog meer. Oké, geen tornado's, maar echt de bliksem die is hier al een paar keer ergens ingeslagen, dus ik ga zo snel mogelijk het bordje ophangen. Dit, ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt... Volgens mij mag ik vandaag niet opnemen, maar ik doe het lekker toch. Dus, oké, dus ja, de comment van de dag, die gaat naar Dian Link. Jee, Dian Link. Woehoe. Woehoe. Met de comment, zo awesome, smiley face. Kort maar krachtig. Oh, ik schrijf CP in plaats van zo. En willen jullie stoppen even met donder? Ik ben even met het bordje bezig. Al dat gedonder. Echt onweer, het begint flitsen, maar het eindigt altijd met gedonder. Oké, wie gaat zelfmoord plegen? Jij? Hoezo ik? Zo, ik heb spul bij me. Het bordje is gemaakt. Wie wou dus... ja, oké, nou, waar ben je? Ben je daar? 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 Jongens, ik ga deze aflevering afsluiten. Ik moet hier al even van bij komen. Dit is echt... Deze opname die duurt al gewoon dik 5 uur. En ja... Dit is gewoon ridiculous. Echt dit... 6,5 uur. Gaat het? Nou, het gaat wel hoor. Ik... Ja, we gaan gewoon deze aflevering afsluiten. Het is gewoon hartstikke... Het is een chaos van hier tot begin. Ja, het is... Nu, facecam hè. Ja, je ziet het. Het giet hier nou als een ziekte, dus ik ga heel eventjes kijken of we nog vanmorgen op kunnen nemen, maar ik denk dat dat wel mogelijk is. Dus we zien jullie morgen in de volgende aflevering. Dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Nou, ik kan me niet voorstellen dat je die in deze aflevering niet hebt gehad. Nee. Maar laat het weten in de reacties natuurlijk beneden als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dit was Zeldaplayer20 samen met... Een handdoek. Oh, handdoek. Nee. Nog een handdoek. Twee handdoeken. Nee. Handdoek en... Dutch Gaming Nation. En? Team Maestro. En? Chocolade kebab. Kebab? Bedankt voor het kijken jongens. Doei! Doei. Later. Oh, en laat trouwens weten of je de facecam leuk vindt. Hij blijft nog eventjes bij deze opnamesessie. En ja, als je hem leuk vindt, laat weten hè. Dankjewel. Doei! Oh, niet de rode end. Niet de rode end.